Nou, jullie hebben wat je zelf noemt een groeikind, Steny Heart. Wat is dat precies? Steny Heart is een speciaal ontwikkeld proces om austenitis EVS te harden met behoud van de corrosiebestendigheidseigenschappen. Dus hoe werkt dit proces? Wat kan je daarover vertellen? Ja, echte details zijn niet toegestaan om te vertellen, maar het is een proces, een warmtewandelingsproces, waarmee we met koolstof en stikstof diffunderen en drukspanning creëren, waarmee je dat kan uitdrukken in hardheid, slijpbestendigheid. Nou, dat klinkt allemaal heel erg theoretisch, maar wat zegt de markt hiervan? Nou, de markt is erg blij dat we zo'n proces kunnen bieden, want er zijn toch heel veel vraagstukken waar austenitis RVS voorgeschreven is, een must is, maar wel slijtproblemen, koudlassen allemaal veel optreedt en dat kunnen wij dus tegengaan. Dus als iemand zijn product wil behandelen, wat moet hij doen? Moet hij een dure apparaat van je kopen? Nee, de klant hoeft geen apparaat in te kopen. Sterker nog, hij kan zijn product naar ons toesturen. Wij behandelen het en sturen het weer behandeld terug. Dat zal zeker duur zijn voor de klant. Duur is maar relatief. Natuurlijk betaal je voor de behandeling. Alleen je bespaart kosten in de zin van het product gaat langer mee. Minder productiestilstand. Dus uiteindelijk is hij misschien wel goedkoper uit. Dus het zit wel goed met de lifecycle costing? Het zit hartstikke goed met de lifecycle costing.